Deze opname kan expliciet en grof taalgebruik bevatten. Het is aangeraden, bla bla bla. Jullie begrijpen het nu wel. Piraterij is een misdrijf. Yes, queen. Hallo, wij zijn Daan en Joke. BFF's, acteurs, maar vooral ook singles in tijden van corona. En wij missen seks. Oké, ook mekaar, liefde en affectie, maar vooral, ja, seks. Wij hebben huidhonger. En we zijn niet alleen. Dus, als alternatief bieden we deze video vol literair verantwoorde erotiek. Welkom bij Liefde in tijden van corona. Hey sexy! Ja! All I want for Christmas is you. Zeg, waar is die vlag? Hier! Want dan, aflevering 5 is... De homo-aflevering! Yay! Yes! Ik wilde dit zo graag. Er is nieuws in Nederland. Ja, jullie mogen een sekspartner hebben. Maar daarna zag ik dat dat toch weer een beetje teruggekeerd werd. Nou, het was nu deed RIVM alsof ze aanraden... Singles, neem een seksbuddy. Ga neuken. En toen zijn ze later teruggekomen, hebben ze gezegd... Nou, wat we bedoelden is... We snappen dat je seks wil hebben, maar doe het dan met één persoon. Met één seksbuddy. Maar hier dus een oproep voor alle Nederlandse, Vlaamse mannen kan niet, want de grenzen zijn nog steeds gesloten. Maar voor Nederlandse mannen, zoek je nog een seksbuddy en heb je er nog geen. Daan is vrij, willing and able. Ik ben Daan, 27 jaar. Ik ga me snel emotioneel aan je binden, dus wees erop voorbereid. Nou, nu weten ze ook wat ze in huis hebben. Homo-erotisch boekenclubje met Joke en Daan. Dus ik heb allemaal super mooie fragmenten aangebracht die zeer literair zijn neergeschreven, maar je hebt er niet voor gekozen, hè? Nee, ik wil iets anders. En waar zijn we dan bij terechtgekomen? Ik ben in de wereld van homo-erotische doktersromannetjes gedoken. En ik heb een verslaving gecreëerd voor mezelf. Toen kwam ik dus uit op K. Winter. Hoe noemt hij het zelf? Homo-erotische fantasies. Titels zijn onder andere... Geen excuses meer. Een cadeau voor een miljardair. Doktertje spelen. En degene waar ik een fragment uit heb... De protégé. Het is allemaal hetzelfde. Man ontmoet man of jongen ontmoet man. En die vallen voor elkaar, maar ze denken dat ze niet voor elkaar vallen. En dan gaan ze seks hebben en dan willen ze de rest van hun leven bij elkaar blijven. Het leuke bij deze scène is die ik ga voorlezen uit De Protégé. Het is een seksscène onder de douche. Wat grappig is, want ik ben de grootste tegenstander van seks onder de douche hebben. Anale seks onder de douche kan niet, want het wordt een soort van vacuumpompje. Dat past niet. De magie van glijmiddel verdwijnt met douchewater. Het kan gewoon niet. Homo-erotisch boekenclubje met Joke en Daan. Walter draaide Dominique om en drukte hem tegen de koude tegels van de muur. Hij verkende zijn nek, streek zijn donkere haar uit de weg en knabbelde hier en daar zachtjes, terwijl hij zich een pad baande vanaf zijn nek naar zijn schouder. Tegelijkertijd gleed zijn hand langs Dominique's lichaam omlaag. Zijn vingers gleden tussen zijn bilspleet. Dominique kreunde toen Walter met twee vingers om het randje van zijn anus cirkelde. De druk voelde bijna even lekker als Walters hand om zijn pik. Ik doe dit normaal nooit, fluisterde Walter. Ik neem geen vreemde mannen mee naar huis om ze onder de douche te neuken. Maar jij bent te mooi om te weerstaan. Hij zette zijn woorden kracht bij door zijn vingers weg te trekken. En hij drukte zijn stijve lid tegen Dominique's anus. Even werd het Dominique zwart voor de ogen. Toen Walter hem vulde met zijn pik. Dominique kreunde en duwde zijn heupen naar achter om zoveel mogelijk van de man in zich te nemen. Walter hield kort stil, zodat Dominique aan het gevoel van deze invasie kon wennen. Een gunst die naar Dominique's ervaring maar weinigen verleende. Dan zegt die hoge baas, oh, jij bent de jongen die ik altijd al zocht. Jij komt voor me werken en ik hou je de rest van mijn leven bij me. Zoals het hoort te gaan. Dit is een tip, homo mannen. Zo hoort het. Single van de dag. Single van de dag. Vandaag hebben wij Arne Luiting, acteur, met je sexy 90s scheiding. Was dat, ja? Ik ben gewoon zo lang niet meer naar de kapper geweest. Arne, we hebben een paar vurige vragen voor jou. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Happy single of vurig op zoek? Happy single. Favoriete bezigheid om alleen te doen?
Seks op de eerste date of je date vurig laten smachten? Date vurig laten smachten. Je favoriete eenpansgerecht? Risotto. Kutste klusje dat je alleen in huis moet doen? Ja, een lamp vervangen of zo, denk ik. Wat is je favoriete standje? Ik heb niet echt een favoriet. Van alle markten thuis. Een fles wijn of een pot thee op eenzame avonden? Een pot thee. Ik drink niet alleen. Maar je zit daar voor je drankkast. Wat is de slechtste openingszin die ooit op jou is gebruikt? Oei. Wat was het nou? Ben je uit de hemel gevallen? Nee. Ik ben sowieso echt geen fan van openingszinnen. Dat is echt een turn-off. Of bijvoorbeeld, kom je hier vaker? Dat kan je nog afvragen. Oké, dat noteer ik, Arne. Tinder of Grindr? Eigenlijk liefst allebei niet. Subtiele verbeelding of keiharde porno? 50-50. Ik bedoel, er is ook niet voor niets porno, toch? Op een schaal van 1 tot 10. 1 is 100% hetero, 10 is 100% homo. Waar sta je dan? 7. Dus je zou wel eens proberen met een vrouw? Ja. Dus Joke. Yes! Dan gaan we nog een keer wandelen in het park, schat. Favoriete plaat om seks op te hebben? Ken jullie de band of de groep Pink Martini? Ik voel het wel, hoor. Ja, toch? Ik heb dat meer als een soort underscore of zo. Ik doe dat niet standaard dat ik meteen zo de muziek aanzet. Playlistje gemaakt voor vanavond. Bij jullie in België is het nog niet dat je een seksbuddy mag hebben, toch? Ah ja, dat kreeg ik doorgestuurd van mijn moeder. Ik vind het wel goed dat ze dat hebben aangegeven in Nederland. Vandaag ging ik naar de osteopaat. En dat is voor het eerst sinds 2 maanden dat ik werd aangeraakt. En die legde zijn hand op mijn nek en ik kreeg overal kippenvel. Ik ga 1 keer om de 2 weken eens langs. Hoi, ik heb weer pijn in mijn nek. Ja. Maar nu zit het lager. Ik heb mij dus even snel geschoren net. Sexy. Ga gewoon je ding doen in het park, dan komt het helemaal. Dag, mooie mensen. Als ontluikende puber keek ik, Pepi Yaya, wel eens met mijn 5 jaar oudere zus naar de Australische reeks Neighbours. Als ontluikende puber zag ik daar voor het eerst Kylie Minogue. Als ontluikende puber vroeg ik me af waarom ik niet zo'n buurmeisje had. En beelde ik mezelf in hoe ik met Charlene Robinson zou dansen. Waarschijnlijk en liefst slow. Homoerotisch poëzieclubje met Joke en Daan. Een gedicht van Anna Blaman. Blaman was dus openlijk lesbisch en dat was een zeer groot voorbeeld. Ik droomde. Ik droomde dat ik met haar in een duinpan lag. En eerst haar handen begroef en toen haar voeten. En toen ik haar geboeid en weerloos zag, begroef ik ook mezelf om haar weer te ontmoeten. De duinpan werd dieper dan de schoot der zee en het zand liep op tot hoge golven. Ik dacht dat ze verdronk en ik dook mee. En stervend hervond ik me diep ingedolven. En leunend aan haar als het verdronken wier, als tooi om haar borsten, zeedierwelpen.
en in haar oksels wiergrotten en dan ook hier. Haar dijen zijn uiteengeweken zeeschelpen. Ik vind dat een heel mooi gedicht. Quote van de dag, hey! Ha! Yes. Hoe zeldzaam ware liefde ook is, ze is minder zeldzaam dan ware vriendschap. Maar ik voel voor jou meer dan vriendschap. Als jij toch een penis had, hè? Daan, dankjewel voor deze 5e aflevering. Kijkers, dankjewel om te kijken naar liefde in tijden van... corona. Ja! Gay, 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 gay. Ik hou van jou. Ik ook van jou.